Erwin van der Looij aan de vooravond van de wedstrijd tegen FC Volendam. Ja, dat is de nummer laatst. Je had het erover, Heracles wil altijd winnen, maar het gaat om de vraag moeten of mogen. In dit geval is het denk ik moeten. Ja, nou ja, dat leggen we onszelf altijd wel op. Maar ik merk wel een soort ander verwachtingspatroon ten opzichte bijvoorbeeld van een week geleden. Uit bij RKC had iedereen van, nou, waar staan ze? En we hopen dat ze gaan winnen. Dat hebben we gedaan, dus dat is mooi. En nu spelen we Volendam uit. Dus hier merk ik dat het verwachtingspatroon al iets omgeschroefd is. Nou, ze moeten deze wedstrijd ook winnen. Nou, die druk leggen wij onszelf op. We willen heel graag winnen morgen. Maar we moeten ook niet Volendam onderschatten. En dat klinkt misschien als trainerstaal. Maar Volendam speelde vorige week niet goed tegen Almere. Maar de twee wedstrijden daarvoor waren twee uitwedstrijden van hun. Heerenveen uit en Feyenoord uit. Ook geen makkelijke wedstrijden. Waarbij ze bij Feyenoord op het allerlaatste pas die wedstrijd verloren. En waarbij ze bij Heerenveen uit gewoon wonnen. Dus we moeten ook wel even alles in perspectief blijven zien. Volendam speelt liever uit dan thuis, zei je. Waarom? Nou ja, omdat dat beter past bij hun speelwijze. Als ze het spel moeten maken en dat wordt thuis toch iets meer verwacht dan uit, dan hebben ze daar wat meer moeite mee dan dat ze op de counter kunnen spelen. Ze hebben een aantal hele gevaarlijke jongens voorin. Zeefuik, Muren, Old Cheek. Dat zijn gevaarlijke jongens die zeker met ruimte, daar moet je niet te veel tijd en ruimte geven. Ze gaan waarschijnlijk spelen met 5 man in de verdediging. Hoe kom je daar doorheen? Ja, daar hebben we op getraind. Het kan ook 4 zijn hoor, dus we hebben ons op allebei voorbereid. We hebben daar een plan bij en daar hebben we op getraind. Dat is prima, dat hoeven we ook niet te bespreken. Maar volgens mij is het belangrijkste dat we weer met de goede energie op het veld staan. Dat we vanaf minuut 1 laten zien dat we een resultaat willen halen. Dat we vanaf minuut 1 laten zien dat we hard voor elkaar willen werken. En dat was vorige week denk ik de basis waarom we de wedstrijd in Waalwijk hebben gewonnen. En daar begint het toch iedere keer weer mee. En als we dat uitstralen, stralen we ook wat uit naar het publiek. Ons eigen publiek. En hopelijk gaan ze dan mee in die wedstrijd. En steunen ze ons ook op momenten dat het misschien even iets lastiger is. Het is uitverkocht. Je hebt de wedstrijd tegen RKC geanalyseerd. Wat was daar het resultaat van? Ja, nou, daar kom je wel op heel veel voetbalinhoudelijke dingen. Wat beter kan. Vaak details in de speelwijze. Dus die houden we maar gewoon even bij de spelers en bij ons. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat we moeten proberen om af en toe wat hoger druk op de tegenstander te krijgen. We hadden tegen RKC, vond ik nog wel te veel momenten dat we terug naar eigen helft gingen. Nou, dat kan een keer gebeuren, maar je moet van daaruit wel proberen weer je drukmomenten te zoeken en hoge druk te krijgen. Zeker thuis. En de tweede is dat we in het aanvalspel nog wel wat progressie kunnen boeken. Dus meer kansen creëren. Dat heeft ook meer met dynamiek te maken. Dus daar zijn we hard mee bezig. En we zijn nu 2,5 week daarmee aan de slag. En een week na RKC. Dus je hoopt iedere keer weer dat je stapjes maakt. Dat gaan we morgen zien. Wehmeijer die heeft last van een verrekking en Ernest Wijn die is ziek. Dat zou betekenen dat en een kans voor de nieuwe middenvelder Jordi Bruin ontstaat. Nou ja, Jordi zit in ieder geval bij de selectie. Dus de opstelling ga ik nog niet bekendmaken, want die weten die jongens ook nog niet. Dus daar wacht ik nog even mee. En die andere twee jongens die zijn helaas afwezig. 1 zieke en 1 geblesseerde. Zijn er nog transfers in de maak? We zijn bezig. Dat zal uiteindelijk tot eind januari wel zo blijven. Alleen wanneer en hoe, dat gaan we zien.